Hoi allemaal, ik heb een shoplog voor jullie. Ik heb heel veel make-up producten gekocht en toen dacht ik, wat is tijd voor een shoplog weer. Er zitten ook nieuwe spullen bij van de collectie van Essence die in de winkel ligt. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan zou ik zeggen van blijf zeker even kijken. En ga ik even beginnen. Als eerste heb ik eventjes bij de Vibra hier heb ik eventjes zo'n rijskwast gekocht. Dit is zo'n kwast die je dus in kan schuiven. Deze vind ik heel erg makkelijk voor in mijn tas. Ik heb nu zo'n los kwastje, zeg maar. Gewoon wel zo'n poederkwast, maar die zit gewoon los. Het is gewoon op zo'n lange steel. En op zich, ja, het is niet echt hygiënisch, zeg maar, dat als je onderweg je poeder bijvoorbeeld aanbrengt. Als je iets bijstippelt en je gooit dat weer los in dat toilettasje. Want er blijft altijd wat poeder achter. En ik vind dat op een of andere manier toch niet helemaal lekker. Dus deze kun je inklappen. En dit is een kleinere versie. En daar was ik naar op zoek. Dus vandaar dat deze heb meegenomen. En die was nu 69 cent. Dus ik hoef natuurlijk niet heel veel kwaliteit te verwachten. Maar het is ook niet een kwast die ik dagelijks ga gebruiken. Dus voor in mijn tas vind ik deze prima. Even kijken. Oh ja, dan ben ik ook nog bij de Hema geweest. Daar heb ik scheermesjes gehaald. Ze zaten nu nog in het zakje. Het is waarschijnlijk niet heel erg relevant. Ik vraag ook van die dames wegwerpmesjes. Waar ik altijd mijn benen mee scheer. Voorheen haalde ik ze altijd bij de Action. Maar toch vond ik die niet helemaal fijn. Omdat je dan zeg maar één keer had je dat hele stripje eraf. Ja, terwijl ik vind dat je ze best wel nog een keertje kunt gebruiken. Maar toen dacht ik van ik wil ze een keer ergens anders vandaan. Bij de Hema waren ze ook maar 2 euro. Heb je er wel maar 5, maar dan kan ik gewoon eventjes proberen van of het werkt. En dan zie ik ook dat ik ze weer hou. En deze zijn dan 2 euro. Dan heb ik een scrub handschoen gekocht. Dit is een zo'n handschoen die je zeg maar je huid mee kan scrubben. Deze was 1,60 euro. Hij komt van de Hema. Ik heb op zich wel hele goede ervaringen ook met zo'n spons van de Hema. Of zo'n puff moet ik eigenlijk zeggen. Die vind ik ook super fijn. En ik was al op zoek naar deze. En toen zag ik deze bij de Hema hangen. Toen heb ik er eentje meegenomen. Het is een zwarte. Zoals jullie kunnen zien. Die had ze ook in het wit. Maar ik wilde graag een zwarte. Hier kun je dan zeg maar als je scrub spul gebruikt. Volgens mij kun je ook wel zonder scrub scrub gebruiken. Maar ik gebruik altijd zo'n huidscrub, zeg maar. Zo'n gezichtscrub en zo'n bodyscrub. En vind ik het lekker om deze handschoen te gebruiken. Dan heb ik bij de Xenos heb ik een lippenbalsem gekocht. Dit is een lippenbalsem met snoegetjes. Het is gewoon een aardbeienlippenbalsem. Verder niks luxe of zo. Kijk maar, er zit gewoon aardbeien zet erop. En deze was nu 1,25 en aangezien. Ik vond gewoon doosjes zo leuk. Ik heb echt wat met die snorretjes print. Ja, ik weet niet of je het echt een print kan noemen, maar een beetje die look inderdaad. Die vind ik gewoon heel erg leuk. En toen, omdat ik hem zo leuk vond, heb ik hem gekocht. Dan ben ik ook bij de Hema nog wat make-up dingetjes wezen shoppen. Dat was onder andere met 20% korting. Dat was een lipstift. Een long-lasting lipstick in deze kleur. Nummer 3. Het is een wat lichtere kleur. Hij lijkt heel donker op het plaatje, maar hij is dus wat lichter. Binnenkort ga ik een artikel schrijven over make-up van de Hema. En dan zal deze ook langskomen. Dan kun je de kleur waarschijnlijk beter zien. Omdat deze nu helemaal ingepakt zit, vind ik het nu een beetje lastig om helemaal los te halen, zeg maar. Maar het is eigenlijk, het is gewoon meer wat lichte rozige kleur. Ook al zie je dat niet af, zeg maar, van het dingetje. Even kijken. Deze was nu 3,50 geloof ik. Moet ik even kijken hoor. Hij was 3,50 euro. En nu betaalde ik volgens mij 2,80. Ja, 2,80 was deze nu. Dus ja, met zo'n 20% kortingstickers die ze vorige week hadden ze die actie dat je korting kon plakken. Dus dat is die. Heb ik ook nog, die heb ik al afgepulkt, een oogschaduw gekocht. Beetje goudachtig met glittertjes. Ik vond hem zelf echt super mooi. En ik vind de oogschaduw van Hema altijd wel fijn. En
Deze was nu ook €2,80. Dus die heb ik dan ook even meegenomen. En dan heb ik ook nog een lipliner gekocht bij de HEMA. Die was €2. Ik vind het altijd wel mooi zeg maar, om zeg maar, een lipliner te gebruiken. En dit is nog zo'n limited editie. Deze was volgens mij hoorde deze bij de kersteditie of zo. En deze lag er nog bij. Dus deze was €2. Dus ik vond de kleur wel... Het zag er heel mooi uit, zeg maar, op een beetje... Ja, een beetje... Ik kan de kleur niet echt omschrijven, maar ook deze zal bij het reviewtje langskomen of bij het artikeltje. Dus dan zul je deze ook even kunnen zien. Dan ben ik eigenlijk een beetje op mascara-jacht geweest. Je had nu bij heel veel winkels had je echt 1+1 gratis. Nou, hier heb ik gebruik van gemaakt. Dus onder andere met mascara en met lippenstift. Normaal ben ik dus iemand die echt nooit dure make-up producten koopt. Ik koop echt altijd budgetmerken zoals Essence of Catrice of Miss Sporty. Maar nu had je 1+1 gratis. En ik was eigenlijk al heel erg benieuwd naar een aantal producten. En dat is onder andere deze. De Superstay 24 Hour... van... Kijk hoor, wat merk is dit nou? Wat erg, ik weet gewoon het merk niet. Van Maybelline. Deze, dat is zo'n lipgloss. En dan moet je daar zo'n balm overheen doen. En dan zou die 24 uur blijven zitten. Morgen ga ik een dag naar de huishoudbeurs. Dus dan ga ik ook testen of dat die echt werkelijk waar zo lang blijft zitten. Ik ben heel benieuwd. Deze kost €14,29 en dan kreeg je er dus eentje gratis. Dus ik heb 1+1 gratis. Even kijken of er ook nog een kleurtje op staat. Vast wel. Dit is... Ik kan het gewoon niet lezen, jongens. Het is echt erg. Extreme Fixes, kan dat? Nou, ik kan het niet helemaal lezen, het is in ieder geval 175, maar ik kan dus niet echt werkelijk waar de kleur lezen die dit is. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Mooi moet ik eigenlijk zeggen, het is niet zo heel donker. Ja, op zich is het wel donker, maar minder donker dan dat hele diepe rood of zo. Bij het kruidvat had je ook op je kruidvatkaart kon je dat activeren. Dan had je mascara's van NYC. Die waren 1+1 gratis. Je betaalt dus €4,29 voor een mascara. Ik heb gekozen voor... Big Bold 24 Hour. Kreeg ik dus eentje bij van gratis. Dus daar heb ik ook twee van voor €4,29. En dat zijn natuurlijk wel de mooie producten waar je het van moet hebben. Volgens mij mag je dan ook combineren. Je hoeft niet twee dezelfde te nemen. Maar ik doe dat meestal wel. Omdat ik dat fijner vind op een of andere manier. Dus. En bij de etels heb ik dan even kijken hoor. Deze gehaald. Dan kan ik ook eventjes deze erbij pakken. Want dat is wel handig. De Rimmel mascara. Ja, is van Rimmel. Rimmel Londen mascara van de Day and Night. Day to Night. Deze heeft twee borsteltjes. Dus hier zit een borsteltje, zeg maar, hierin. En dan kun je de bovenkant kun je ook opendraaien voor lengte. Dus je hebt volume en lengte mascara. Deze kostte eigenlijk €12,99. Maar dan kreeg je er eentje van gratis. Dus dan heb je er twee voor €13, zeg maar. Dus die heb ik gekocht. En ik kan alvast vertellen dat van de producten die ik nu heb gehaald, dat daar sowieso ook een reviewtje over online komt. Dus als je er benieuwd naar bent, dan moet je eventjes het in de gaten houden op mijn blog. Wat ik ook heb gekocht nog, was dit hele schattige pailletje. Smoky Eyes pailletje. Deze was nu 50% korting bij de Ethos. Was nu €2,50. En ik vond hem gewoon al heel erg leuk vanwege het foam covertje. En dan heb je gewoon, ja, een keer wat andere kleurtjes. Ik heb gelijk al deze eruit. Zeg maar, je kunt het echt met... Echt in stappen aanbrengen. En dat vond ik wel heel erg leuk. En ik vond gewoon het koffertje vooral heel erg leuk. €2,50 nu dus. Dus dat is dat nog wel te doen, zeg maar. Dan ga ik nu naar de Essence collectie. De nieuwe collectie. Ik heb er zelf heel erg naar uitgekeken dat deze in de winkel kwam. Het duurde me allemaal echt wel
alweer veel te lang. En ik heb dat geduld dan maar niet. En ik van, als ik nou op ben, ga ik elke dag ga ik echt kijken van, ligt hij er al, ligt hij er al? En ja hoor, hij lag er eindelijk. Ik begin dan nog even met de Limited Collectie van Essence. Daar koop ik altijd wat van. Dat heb ik al vaker verteld. Het is nu ook weer een nagellakje geworden. Het is nu trouwens Love Letters. Dit thema deze maand. En het is Rosie in Love. Gewoon een mooi zacht roze kleurtje. Aangezien ik echt heel erg van nagellak hou. En een diary boekje. Gewoon een heel makkelijk opschrijfboekje, zeg maar. Die met lijntjes en ja. Zo'n boekje komt altijd van pas. Ik schrijf ook best wel veel. En ik vond het gewoon heel erg leuk omdat hij van Essence was. Dus vandaar dat ik hem heb gekocht, zeg maar. Omdat ik hem gewoon heel schattig en leuk vond. Dus die. Dan nu is eigenlijk het moment voor de echte producten. Ik ben ook bij het tweede agentschap geweest. Ik ben eerst bij mij in het dorp geweest om te kijken van, hebben ze de spullen die ik wil? Hadden ze helaas niet alles. Toen besefte ik dat dat tot het tweede agentschap hoorde. Dus vandaar dat ik toen ook nog eventjes verderop ben geweest. En dan hadden ze gelukkig een tweede agentschap. En daar heb ik de spulletjes gekocht die ik dan nog zocht. Ik was zelf ook heel erg benieuwd naar de blending kwast. Ik heb deze nog niet gezien in het agentschap. Ik weet niet of anderen hem al wel gezien hebben. Maar als jullie hem wel hebben gezien, laat het me dan maar weten. Want daar ben ik echt zo benieuwd naar. Dus ik dacht zelf wel van, misschien hoort hij wel alleen bij de Duitse versie. Maar ik weet het dus gewoon echt niet. Dus als je het weet, let me know. Ik was heel erg benieuwd naar dit lakje. Het is de New Candy. Dit is een 6-in-1 lakje. Verzorgd volgens mij. Verbeterd, versterkt, weet ik veel wat. En het ruikt super lekker. En deze ruikt echt zo. Oh, hij ruikt echt naar snoep, joh. Oh. Het is echt, weet je, je ruikt gewoon wel nagellak. Maar je ruikt ook gewoon het lekkere candy luchtje er doorheen. Ik heb gekozen voor Soda Pop en Candy Shop. Dat is deze, de roze. Dus je had echt nog wel meer kleurtjes. Maar ik ben toch iemand van het roze. Ik hou echt van roze. Deze was €1,89. Toen zag ik ook een topcoat. Een nail art topcoat. Een magnetic topcoat. Dit werkt met allemaal kleuren van Essence nagellak, zeg maar. Het is gewoon eigenlijk zo'n topcoat. Ik zal hem even uithalen. Volgens mij zit hij zelfs vast. Ja, dit is zo'n. Dus daar is je op wil. Zo'n topcoat die je kunt aanbrengen. Hiermee kun je dus eigenlijk gewoon elke nagellak kun je magnetisch maken. Ik weet wel dat vorig jaar toen het van Essence kwam, kwamen die magnetische lakjes kwamen in de schappen. En ook van die magneetjes erbij. En ik heb het toen gekocht en ik vond het eigenlijk helemaal niet werken. Toen zag ik eigenlijk bij reviews van anderen, daar werkte het wel. Toen dacht ik van, nou, toen was wat fout. Maar het is mij, ik heb het later ook, ik moet het echt nog een keer proberen. Zodat ik het wel waarschijnlijk voor de dag krijg. De bedoeling is dat je dus eigenlijk je nagel lakt. Met gewoon een kleurtje. Het maakt niet uit. Bijvoorbeeld je wilt dit kleurtje erop. Dan lak je je nagel. Dan doe je deze er overheen. Deze topcoat, zeg maar. Dan ga je met een magneetje erop. En dan, dan krijg je dus ook gewoon die magnetische figuurtjes krijg je in lak. Ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Ik ga deze in combinatie met deze van het weekend proberen. Dus er komt ook dan zeker weer een review. Maar ik vind het wel leuk dat je hem nu dus kunt proberen met gewoon allerlei essence kleurtjes op het werk. Dat is dan een tweede, maar dat komen we gauw genoeg achter omdat ik hem zo'n ticket ga testen. Je hebt natuurlijk dan ook een magneetje nodig. En ja, ze gebruiken hier wel een heel oud magneetje op dit plaatje. Want volgens mij kun je die dan niet eens meer kopen. Of juist wel. Maar je hebt nu in ieder geval die kleine magneetjes die je kunt kopen. Ook in het tweede essentschap trouwens. Het heet Believe in Magic. Oké. We gaan het zien. Deze was €1,99. Dan heb ik uit het gewone schap heb ik deze mascara gekocht. Dat is een Twist Curl mascara. Volgens mij moet je dan als je zeg maar dus je ogen aan het opmaken bent, moet je ondertussen draaien. En dan ga je wimpers krullen. Twist Love Curl zit hier. Dus eigenlijk, ik weet niet of het heel handig is. Hij was €2,99. Maar ik zag deze voorbij komen. Ik was er eigenlijk gewoon heel erg benieuwd naar. Dus we gaan hem gewoon proberen, zeg maar. Dus volgens mij als je dan zo aan het
aan het bezig ben, dan moet je ook ondertussen druis. Ik denk dat het heel lastig wordt, maar misschien draait... Ik denk trouwens dat als je kijkt... Als je er gewoon eigenlijk al zo gewoon een beetje aan het lokken bent. Nou, we gaan het gewoon proberen. En, we zullen het zien. Het laatste wat uit de collectie meenam. De CC Cream. Ik was er zo benieuwd naar. Ik was ook echt helemaal hyper toen ik zag dat Essence met een CC Cream kwam. Ik dacht echt van wauw, die wil ik echt proberen. Je hebt hem gewoon in de kleur naturel. Want volgens de... Ja, volgens de achterkant past hij aan naar je eigen tint. Nou, of dat waar is, dat wil ik me wel betwijfelen, zeg maar. Want iedereen heeft natuurlijk een andere tint. Dus je kan nooit aanpassen naar je eigen tint, zeg maar. Maar ik ben wel heel benieuwd. Clear and Correct. Ja, het wordt weer beter, denk ik, dan de BB Cream. Die heb ik ook. En al heb ik nooit echt... heel erg de intentie gelegd van wat zou het beter maken of whatever, maar ik ben op zich wel benieuwd hierna. Deze was ook 3,99 en die heb ik dan ook meegenomen, dus hier ben ik wel heel benieuwd naar. Ik ben toch wel heel blij dat ik hem heb hoor. Dit was eigenlijk ook alles uit de collectie wat ik wilde halen. En net wat ik zeg, die blendingkast, die wou ik heel graag hebben. Ja, die hadden ze dan helaas niet. En ja, ik was ook wel benieuwd op zich naar die rijstkwastjes en zo. Maar ja, die heb ik gewoon echt nergens gezien nog. Dus wie weet komt het later. Het is natuurlijk ook nog wat vroeg. We zitten nog in februari. Eind maart, dat dacht ik eigenlijk dat het zou komen. Nu ligt het toch al wel eind februari, begin maart ligt het er. Dus er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Wat me ook opviel is dat je bij de lamp kun je ook allerlei andere topcoats krijgen, zeg maar, bij de gel lamp. Dus wie weet dat ik die in de toekomst nog wel eens wil proberen, maar ik vond dit voor nu wel eventjes genoeg. Dit was ook alles dan wat ik heb gekocht en eigenlijk hoop ik dat jullie het leuk vonden. En ja, als je het leuk vond, klik dan even op de duimpjes. En laat natuurlijk eventjes een reactie achter, dat is altijd leuk. En ja, voor de reviewtjes, voor de artikeltjes, wijs ik je door naar mijn blog. Daar zullen ze op verschijnen. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie gewoon heel snel weer. Doei!